Nou, nu in deze uitleg een onderdeel door midden snijden om te kijken of alles goed geplaatst is. Want soms kan je dat alleen zien als je een onderdeel door midden snijdt. En we gaan de arcering even aanpassen in deze film. We gaan naar Place Views. En het Base. Als het goed is, staat er maar één tekeningetje in. Laten we eens kijken of die in het third angle staat. Ja, aan de bovenkant. Zijkantje. Oké. Klik op section. We willen graag eigenlijk zien of die twee pennetjes goed staan. Dus dan zullen we deze zo door midden moeten snijden. Dus we nemen dan deze, want we willen de zijkantjes zien. Zodat dus die mooi in het midden staat. Even erboven geklikt. Nu er doorheen. Continu. Oké. Dan gaan we even goeien. Iets te snel geklikt natuurlijk. Deze doe ik even naar deze kant verplaatsen. De zijkanten zijn toch aan alle kanten hetzelfde. Dan heb ik hier de doorsnede staan. Omdat die helemaal symmetrisch is, dus linker en rechterkant gelijk. En dan zien we hier eigenlijk allemaal hele leuke arceringen. In principe zou je aan de hand van de arcering moeten zien welke onderdelen bij elkaar horen. In dit geval niet zo moeilijk. Maar je hebt af en toe een onderdeeltje wat hier vast zit en aan de onderkant weer terugkomt. Omdat er een gat doorheen geboord is of iets dergelijks. Dus met deze zou je kunnen zeggen, van dit is een ander onderdeel dan deze. En aan de arcering zie je dus dat deze bij deze hoort. Maar soms wil je de arcering wat duidelijker hebben. En dan ga je erop staan dat die dus kleurt. En dan ga je naar Edit. En dan zie je Edit Hatch Pattern hier staan. Dan kan je zeggen van de hoek veranderen. Dan maak je 180 van. Je ziet hij meet het gelijk mee. Of 90. Ga er rustig mee spelen. Kijk eens wat er allemaal gebeurt. Dan gaan ze op zoek naar wat jij dus heel duidelijk vindt. Nou, ik vind deze dus eigenlijk te veel bij die zitten. Maar die ook weer zo. Dus is even lastig. Wat je dan kan doen is dat je dan zegt van oké, ik wil hem wat dichter bij elkaar hebben. De streepjes. Dus je kan hem uit elkaar zetten. En als je dan de 0 weghaalt, dan zet je hem iets dichter bij elkaar. Zie je, nu krijg je wat beter onderscheid tussen deze en deze. De hoek tussen deze twee is niet zoveel. Deze 135. Laten we eens kijken, wat is deze hoek? Kijk, die is 120. Dus het verschil was niet zo groot. Dan heb je hier ook nog eentje in zitten. Die is inderdaad heel anders dan die andere. Nou, deze gewoon eens een kleurtje geven. Kijk wat er dan. Dat draait zie je dan ook. Oh, ik had het al gedrukt. Dan een kleurtje. Zelf doe ik liever niet rood, want als je ergens op gaat staan, verkleurt het rood. Dus dan neem ik altijd een iets andere kleur. Neem niet een te lichte kleur. Die zie je niet goed. Dus nou eens groen nemen. Oké. Nu oké. Bijna niet te zien. Dan denk ik, nou, we gaan een andere kleur doen. Groen is niet zo duidelijk. Dan gaan we een wat fellere kleur nemen. Kijk, die wordt al beter. Dan zou je een beetje moeten spelen met de kleuren naast elkaar. Dat je voor jezelf zegt dat je een leuke kleurencombinatie hebt die overal goed herkenbaar is. Nou, oranje is wel mooi. Dan zou je deze ook, maar de hoek is gelijk aan die, dus dat maakt hem wat lastiger. Dan kan je ook zeggen van ik wil hier een ander type lijn in hebben. Ga je weer opstaan. Edit. Nou weet, kan je dus gaan kiezen als je hierop gaat staan. Allerlei verschillende soorten lijnen. Als je naar solid gaat dan wordt die helemaal oranje. Soms is dat wel heel erg duidelijk. Alleen ik vind met solid zonder streepjes is het niet altijd duidelijk dat het een doorsnede is. Maar we weten dat het een doorsnede is. Dat weten we. Het staat er ook onder.
Maar dan denk je van nee, doen we niet. Dan kan je ook nog een andere kiezen. En dan zie je hier dus dat er dus standaard lijnen zijn voor materiaalvoorkeuren. Dan heb ik hem volgens mij bronskleurig gemaakt. Dus ik neem bronzen. Als hier staat, bronze. Dan druk ik op OK. Druk ik op ANSI 32. En dan heb je even een ander lijntype, wat hem wel duidelijker maakt. En zo zou je dus je hele tekening kunnen verduidelijken. Dan ga er eens mee spelen met deze doorsneden. En het belangrijkste van het doorsneden is, dat je ziet dat alles goed getekend is. En wat zie je dus bij mij, in deze tekening, dat de rondjes niet goed zijn. Kijk je bij deze, dan zie je het niet. Dan denk je, hé, die is helemaal goed. Dan kijk je bij deze, dan denk je, oeps, niet helemaal goed. Dan laat je dus je werktekening gewoon openstaan. Je gaat naar je assembly. Maar eens kijken, dat is deze. Kartongreep. Nou, dan gaan we daar eens even alles uithalen. Delete. En dan gaan we even opnieuw inzetten. Constrain. Dan heb ik dus per ongeluk waarschijnlijk dus deze rand genomen in plaats van deze rand. Nu gaan we hem even op deze zetten. Apply. Dan ga je terug naar je werktekening. Zoom je even in en dan zie je, hé, hij staat nu wel goed. Je ziet dus duidelijk ook gewoon, hij ligt er netjes op. Hij ligt er netjes gewoon goed in. En dit is dus een duidelijk voordeel van als je een goede doorsnede maakt met de juiste kleurtjes, dat je even goed kan zien wat er aan de hand is. Dan even terug naar assembly, want ik moet deze nog weghalen en goedkeuren. Ja. Update. Even terug naar werktekening. En dan zie je toch dat deze nog een beetje onduidelijk is, deze pennetjes. Edit, nu zit er nog iets niet helemaal goed. Dus je ziet een doorsnede kan je een heleboel terugvinden. Maar dan gaan we hier eventjes dus alles wat dichter bij elkaar zetten. Ja, dan wordt hij wat duidelijker. Dan gaan we deze ook even edit doen. Oké. Je ziet deze al niet helemaal goed, maar dat gaan we later uitzoeken. En dan zie je dat je tekening, als je door het aanpassen van je patroon, toch een stuk duidelijker geworden is. Ga ermee spelen, probeer het even. Maak het voor je helemaal eigen.